zakje en dit is mijn kweekschuur. Nou, ik kweek aquariumvissen en het liefst tropisch, plus garnalen erbij. En ja, dit zijn dus eigenlijk al mijn vissoorten die ik dan kweek, zeg maar. En dat doe ik dan hier in de schuur en een gedeelte op mijn kamer. En dat, ja, dat gaat op zich best wel goed. Geduld hebben en de waterwaardes op orde krijgen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, zeg maar. Ja, je moet er zorgen dat de conditie van de vissen hartstikke goed zijn. En het water, dat de pH-waarden en alle andere waarden allemaal kloppen. Met het natuurlijk gedrag van de vissen zelf. En je gaat dan een kweekseizoen nabootsen. Dus bijvoorbeeld net in de regenwouden, zeg maar. Dat het dan in één keer heel warm wordt. En dan, dan verdampt het water een beetje. Dus laat je de waterpeil zakken. En dan doe je in één keer heel veel koud water van ongeveer 17, 18 graden erin. Nou, en dan, dat is dan, zeg maar, het natuurlijk gedrag komt dan naar boven. En dan willen ze ijs afzetten. Toen ik een jaar of 10 was, toen kreeg ik van mijn peetoom een paar guppen. Nou, dat zijn dan deze visjes. Nou, op een gegeven moment kreeg ik daar jongen van. En toen kwam er een aquarium. En toen kwam er nog een aquarium met allemaal kleine bakjes eromheen. Omdat ik al die jongen wou bewaren, zeg maar. En zo is eigenlijk de hobby een beetje ontstaan. If I could fly like birds on high, then straight to her arms. Nou, dat is een apslak, de grootste die ik heb op het moment. En die zet ik, omdat ik hem verder wil kweken, zet ik hem bij een andere appelslak. En die is ook wat groter, in de hoop dat ik dan wat jongen krijg. De slakkeneitjes, de appelslakeitjes. En dit is een trosje, die leggen ze boven water. En er komen ongeveer rond de 300 appelslakjes uit, als je geluk hebt. Voordat ik naar mijn werk ga, ben ik hier sowieso een kwartier bezig met eten geven. Ze krijgen twee keer per dag te eten van mij en dan heel afwisselend voor. Dus levend, diepvries, gewoon vlokken als ik een beetje haast heb, zeg maar. En dan als ik thuis kom, krijgen ze voer. En dat is ook ongeveer een kwartier waar ik dan mee bezig ben. En dan is het net al wanneer ik genoeg energie nog over heb, zeg maar, van mijn werk. Dan ga ik ze stelling voor stelling ga ik ze schoonmaken. En per stelling ben ik toch wel 2 uur mee bezig. Ja, ik deze hobby heel veel tijd, maar dat vergt natuurlijk ook iets van je relatie. We moeten gewoon heel veel geduld hebben met elkaar, zeg maar. Dus dat hij werkt meestal nachtdienst. En ik werk overdag en op zaterdag. Ja, en zondag ben ik meestal ook aan het poetsen, dus dan zie je elkaar weinig. Plus ik heb ook heel veel vrienden die ik dan ook nog wel eens een keer tussendoor moet zien. En, wil zien eigenlijk. En dan moet ik dan maar allemaal even kijken hoe ik dat tussen ga plannen. Want 's avonds komen er ook meestal wel wat klanten die graag wat visjes willen overnemen. Nou, en dan moet ik daar ook rekening mee houden, hoe of wat. Dus dat, het vergt wel heel veel van mijn tijd, maar tot nu toe haal ik nog heel veel energie uit. Dus dan, wat vindt je vriend ervan? Die, we hebben het er nooit over. Dus ik denk dat het wel goed is. Ja, hij vindt wel balen dat we elkaar minder zien. Ja, niet zo vaak zien, maar het is niet anders. Eet je zelf ook wel eens je eigen kweek? Nee. Ja, sowieso kun je tropische vissen kun je niet eten. Ja, er zullen vast wel een aantal op de markt zijn, maar ik lust geen vis en ik lust geen garnalen en mosselen ook allemaal niet. Dus dat scheelt wel heel veel. Dus dat vissticks, dat is het enige.